Welkom allemaal bij jullie nieuwe opleiding. Dit is les 1 van de eerste periode en we gaan beginnen bij het vakbeeld met Photoshop. Waarom gaan we eigenlijk beginnen met Photoshop? Omdat het een programma is waar je heel makkelijk in kan stappen, waarin heel veel tutorials te vinden zijn en waarin je eigenlijk al heel snel resultaat boekt. Dit is natuurlijk motiverend voor de rest van de opleiding, voor de rest van het leren van de Adobe pakketten. En bovendien is Photoshop ook een fundamenteel programma wat je moet beheersen tot in de nopjes. Oké, aan de hand van de PDF ga ik me voorstellen en ga ik ook doornemen wat we deze les onder andere gaan behandelen. Nou, welkom. Ik ben dus Karin Sturink. Ik ben inmiddels 38 jaar en ik ben instructeur op het ROC Midden-Nederland te Amersfoort. Ik geef hier les bij de opleidingen Media Vormgeving en inmiddels ook de nieuwe opleiding Media Redactie. De opdrachten en de lessen en eigenlijk alle informatie van mij zullen lopen via Blackboard. Dat is een elektronisch leersysteem waardoor je in staat wordt gesteld om ook thuis nog dingen na te kijken of in te leveren. Helaas zijn de opdrachten vaak te groot om in te leveren omdat je met PSD-files werkt of omdat de opdracht gewoon groter is. En dan heb ik het liever niet via Blackboard omdat dan Blackboard op een gegeven moment vol zit. De opdrachten, als ik er specifiek om vraag die te groot zijn, die worden ingeleverd op rocmnvormgeving@gmail.com. rocmnvormgeving@gmail.com. Noteer dit alvast in je agenda of op je computer of maak alvast een e-mailcontact aan, zodat het makkelijker voor je wordt als je straks de opdrachten moet inleveren. Heb je nou een spoedvraag of een dringende vraag die dus niet kan wachten tot de volgende dag? En let op, daar mogen absoluut geen bestanden op ingeleverd worden. Dan kan je die stellen op c.sleuring@rocmn.nl. Op dit e-mailadres zit natuurlijk niet zo'n hele grote inbox, omdat het een werkmailadres is. Dus op dit mailadres mogen alleen maar vragen gesteld worden en geen bestanden. Heb je nog extra ondersteuning nodig aan de hand van tutorials, dan kan je eigenlijk alles vinden op tv.adobe.com. Hier vind je per product een heel lesprogramma en ook een heel leercurve. Dus wil je je ergens nog verder in verdiepen, wil je nog iets terugkijken, vind je dat ik het niet duidelijk genoeg uitleg, dat kan ook natuurlijk. Dan kan je heel veel terugvinden op tv.adobe.com. Hoe ziet de leercurve eruit? Nou, in principe gaan we gewoon starten vanaf nul. Alsof je vandaag voor het eerst het programma opent. Ik weet natuurlijk dat er ook studenten zullen zijn die al eerder in het programma hebben gewerkt, al een hoop hebben gedaan. Of ja, die hoeven voor mij niet bij af nul weer te beginnen. Die hoeven niet de basis weer opnieuw te doen. Dus ben je een student die al een hoop heeft gedaan, kom dan naar me toe en dan gaan we samen een differentiatiemogelijkheid bekijken om je een ander programma te laten draaien, waardoor je je verder kan ontwikkelen. Dus heb je al ervaring, kom naar me toe. Laat zien wat je kan en ik bepaal of je het programma mee moet doen of niet. Wat is het doel van de eerste periode? Nou, in principe natuurlijk dat je gewoon de basis leert kennen van het programma. Je voelt je erin thuis, je schrikt niet af om het te openen. Je kent een heel klein beetje de basistools en de basisfunctionaliteiten en je weet je weg erin te vinden. Dan zou ik in ieder geval in de eerste les met jullie behandelen een introductie. Wat is het programma? Wat kan je ermee? Een overzicht van uitleg van de voorkeuren, programma, het interface. En een heel klein beetje lager palet, maar dat ligt een beetje aan de tijd hoe ver ik kom. Uiteraard heb je een aantal specificaties voor het installeren van Photoshop, dus waar jouw computer aan moet voldoen. Ik ga dat niet voorlezen, dat kan je prima vanaf de computer lezen. Dus ik zal hem heel even open laten staan. Voldoet je computer hier niet aan, dan heb je kans dat gewoon de Adobe pakketten gewoon steeds vastlopen. Dus het is wel handig dat je computer daaraan voldoet. Moet je een nieuwe computer aanschaffen, dan kan je dus dit overnemen en meenemen naar de computerwinkel om te zeggen dat je in ieder geval dat moet voldoen en dat je computer dat moet hebben. Oké, we gaan
even kijken, hoe zou de wereld eruit zien als je Photoshop kon toepassen in je dagelijks bestaan? Ik zou willen dat ik het had. Ruim 25 jaar. In die 25 jaar is natuurlijk een heel hoop gebeurd. En om dat te vieren heeft Photoshop een film gemaakt ervan. En ja, die wil ik graag met jullie delen. Dus bij deze. Oké, nou, het is natuurlijk heel inspirerend om te zien wat er allemaal nu mogelijk is met Photoshop en wat je er eigenlijk allemaal mee kan. Dit is natuurlijk niet altijd zo geweest. Er is een tijd geweest dat ook dit programma natuurlijk met versie 1.0 is begonnen. En wat er toen allemaal mogelijk was, ja, dat moet je eigenlijk gewoon zien. Een wereld van verschil. Nou, daar gaan we nu even naar kijken. This is Photoshop 1.0, which I have not seen since at least probably 1990 or sometime around there. Oh, look at that. Brings back memories. I love Photoshop. I spend lots of time with Photoshop, but I have never spent even a single minute with Photoshop 1.0 until right now, launching Photoshop. My name's Julianne Cost, and it's been a very long time since I used Photoshop 1. I'm gonna try to create a drop shadow, so we'll see how this goes. I have almost no idea what I'm looking at. Oh my gosh, there's nothing in this program. This is funny. Wow, that's awesome. Do we have levels back then? Let's see, levels. Let's take the levels down. Oh, you can do levels? I want to bring up my midtones, and nothing's really happening. What have I done wrong? Do you see anything happening? Oh, there was no live preview. Oh, there's no preview in here. That's great. That can't be true. Oh, a preview button. Oh, wow. Okay. And of course, no layers. Oh man, yeah, because there's no layers. This is so bad. I don't even know how to undo that many times. Oh, you only get undo redo.
So, oh my god. Don't tell me I can't go back into space. I can only get one undo? It's not good. Stamp. I don't know how to stamp it. No, that's not. No! No! I don't know how to, I don't know how to do this. One at a time. To go. Let's try and just paint. Whoa. You can make some great electronic music here, apparently. Let's do type. Let's put bacon. And there is our drop down menu of all our fantastic stuff. And just to show you how beautifully rastered that is, look at that. Just as crispy as our bacon. I please return to the creative cloud now. Ja, en ook ik ga alweer een tijdje mee, uiteraard. Ik ben ooit begonnen in Photoshop 4.0. Toen zaten er net iets meer views in. Hier zie je een plaatje ervan. Maar het was nog niet veel bijzonders. Dus hele tijd geleden al. En ook ik moet me dus blijven ontwikkelen, blijven bijleren. Want inmiddels lijkt het in niets meer op het programma wat het nu is. We zijn de Photoshop 10 al lang gepasseerd. En inmiddels zitten we op Photoshop CC. Daardoor kan er een hele hoop paletjes zijn, schermen, knopjes die op je afkomen en waarvan je denkt, oh help, wat moet ik ermee? Maar troost je, we gaan stap voor stap doornemen. En als je het zolang je een bestand onder een andere naam opslaat, kan er niets gebeuren. En het is gewoon een kwestie van uitproberen, oefenen, oefenen, oefenen. Hoe meer je ermee oefent met het programma, hoe beter je wordt. Laten we van start gaan.